dorst. Hey, Rosanne. Ja. Goedemorgen. En je hebt ons zover gekregen dat wij er dit jaar ook bij zijn bij de open dag van het Zeeuws Archief. Zeg ik het dan goed of is het de archiefdag? Hoe noemen we het nu eigenlijk? Het is de open dag in het Zeeuws Archief en jij bent er heel veel jaren bij geweest. Maar dit jaar met een heel speciaal onderdeel, want je gaat stadswandeling doen. Een rondje van de stad. Ja, en dat is natuurlijk grappig, want we waren hier altijd namens Middelburg Dronk. Nou ja, dat ligt even stil. En net dit jaar hebben jullie een thema over drank, ook melk trouwens, hè? Dus niet alleen maar... warme en koude dranken, niet alleen alcoholische dranken. En maar Rosanne, wie ben jij precies? Want wij kennen elkaar natuurlijk wel, maar jij bent toch ook vaak achter de schermen bezig. Ja. Dus wat doe jij precies bij het Zeeuws Archief? Ja, ik werk bij het Zeeuws Archief en ik doe daar communicatiewerk. Heb ik heel lang gedaan. Ik ben nu webcoördinator geworden. Oké, een belangrijk onderdeel. Heel belangrijk. Maar jij bent ook sterk betrokken dus bij de organisatie van deze dag. Op 3 november, zaterdag. Ja, dit jaar op 3 november. En dit jaar hebben we als thema dorst. Wat dronken de Zeeuwen? We gaan in op die geschiedenis van dranken in Zeeland. We kijken echt vanaf het begin wat dronken de mensen. Dat was dus geen drinkwater, maar bier. We hebben ook iemand die gaat er 2 colleges over geven. Dat is Willem van den Broeke. En die vertelt... Dat is ook een stadsgids, als ik me niet vergis. Ja, hij weet ontzettend veel van de stad. Maar nu dus ook heel veel over de warme en koude dranken die hier in Zeeland werden gedronken. En dus dat is een mooie inkomer. Hè? Mensen die meer daarvan willen afweten. Jij geeft de stadswandelingen. Samen met Toon Franken vooral. Met Toon Franken, die weet nog veel meer. Veel weet van melkfabrieken. Onder andere komen jullie langs maar heel veel meer pakhuizen. Oude brouwerijen en oude cafés uiteraard. Ja. Maar een van de succesnummers van de open dag zijn altijd de rondleidingen door het depot. Die zijn heel goed bezocht. Dus mensen die willen komen, haal meteen 's ochtends je kaartje. Dat is waar we nu staan. We staan nu in een van de depots. Ja, dit is depot nummer 3. Dat is het diepst onder de grond, zo'n 14 meter. En hier leggen we een selectie van stukken neer uit het thema van de dag. En een van die stukken ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Ja, want die zag ik. Dat zegt mij niks. Dus dat vind ik wel... Maar sluit nog heel even de dag af, want je hebt ook altijd een... Er zijn mensen van de genealogische verenigingen. Er is een hele grote beurs dit jaar met mensen uit het hele land en uit Vlaanderen. Standhouders die van alles weten over het onderzoek doen naar je stamboom. En ook het gebruik van de computer daarbij. De HCC, genealogiedag, is hier die dag ook. Dus dat is de aandacht waard. Maar ook de lezing door Carolijn Visser aan het einde van de dag in de Hofpleinkerk. En Carolijn Visser gaat vertellen over haar boek dat ze schreef over Selma Vos. En waarmee ze ook de Libris Geschiedenisprijs heeft gewonnen. Oh ja. Maar ook haar nieuwe boek, wat ze binnenkort gaat verschijnen. En dat gaat over Zeeland. Oh, dat is dus ook heel leuk. Zij schreef ook veel reisverhalen, toch, in het verleden? Of? Ja, ze is vooral bekend geworden als reisschrijfster. Maar de grote prijzen heeft ze nu gewonnen met biografieën. Oké, nou helder. Ja. En, maar nu dan even nog kort over zo'n stuk. Want ik zie het hier al liggen. En, maar wat is het precies? Ja, dit is een van mijn persoonlijke favorieten. Dit is je kijkt nu naar de inventaris van de boedel van Barend van Dalen. En die woonde in Middelburg in de tweede helft van de 18e eeuw. 1792 zie ik hier op staan. Ja, toen overleed hij en toen is de winkelinhoud opgemaakt onder andere. Barend van Dalen had een groothandel in sterke drank. Hij bevoorraadde alle logementen, herbergen, cafés in en om Middelburg. Maar ook wel in Zeeuws-Vlaanderen. En leverde, verkocht ook aan kapiteins bijvoorbeeld. En hoe weten we dat nou? Kapiteins van schepen bedoel je? Van schepen, oh, ja. Heel veel Engelsen bijvoorbeeld, ook heel veel Schotten daaronder. En hoe weten we dat nou? Al zijn winkelboeken zijn bewaard gebleven. Dus gedurende 30 jaar weten we precies wat hij verkocht en aan wie. En daar is dit dan, zo'n inventaris is daar een voorbeeld van? Ja, het mooie is dat Barend van Dalen heeft zijn, en dat heeft hij samen met zijn vrouw gedaan, heeft zijn bezittingen nagelaten aan het burgerweeshuis. En zo is het altijd bewaard gebleven. Dus het is niet in handen van particulieren. En ook niet verbrand in de oorlog. En niet verbrand in de oorlog. En dan kun je dus aan de hand van die boedel kun je nagaan hoe zijn winkel eruit zag. Hoe zijn leven eruit gezien moet hebben. Dus hoe hij woonde. Hij was ook een muziekliefhebber. Hij had een groot orgel staan in de... Ja, toen was er nog geen hardrock of andere geheim. Dus, maar die winkelboeken geven echt ook een heel mooi inkijkje in de maatschappij in die tijd. En ik heb er eentje open liggen op een pagina. Maar ik ben dus ook zo benieuwd wat hier dan precies is. Dat kan je hem heel even openslaan? Ja, dit is dus een boedelopgave. Dus Barend van Dalen is overleden. De boedel wordt opgemaakt om te kijken wat daar voor bezittingen
in zitten. En uiteraard is zo'n handschrift waar je heel veel moeite voor moet doen. Nee hoor, dit is heel makkelijk leesbaar, want het is tweede helft 18e eeuw. En hier zie je bijvoorbeeld een beschrijving van wat is er dan te vinden in de winkel. En dan komt er een opsomming van liters en liters aan sterke drank en likeuren. Want hij was voornamelijk gespecialiseerd in likeuren. Dus in die winkelboeken zie je meer dan 60 soorten likeuren staan. En kan je dan ook, als je dit nou zo leest, dan krijg je ook wel een indruk. Want kijk, het thema dorst en wat dronken de Zeeuwen. Maar als je nou kijkt naar die periode, dronken ze ook heel veel. Sommige dronken, ja, je kunt zien aan die logementhouders, het zijn verschillende soorten grote afnemers. Aan de ene kant heb je bijvoorbeeld de herbergen waar ook veel schippers kwamen. Daar wordt heel veel brandewijn gedronken en anijsdrank. En aan de andere kant heb je de koffiehuizen waar heel veel likeuren werden gedronken. Ja, ja, bij een warm drankje. Dat is er eigenlijk ook al van alle tijden. Dus dat is wel heel mooi. Maar dat is toch wel iets wat ik nog wel eens zou willen bestuderen. Dat interessant. Ik wist helemaal niet dat er was. Nou, en hier zien we dan een voorbeeld van zo'n winkelboek. En het is opengeslagen op een pagina met allemaal namen van kapiteins. En wat dan opvalt is dat er heel veel Engelsen bij zitten. En als je dan gaat kijken... Commercie Compagnie zie ik ook staan ertussen opeens. Ja, ook een grote afnemer. Dat geldt ook voor de VOC en de WIC. Dus je ziet ook precies welke kapiteins wat kopen. En dan zie je ook dat een sterke drank was ook een ruilmiddel. Een middel om handel te drijven. Ja. Dus ook in die zin is dat heel erg interessant om daar te kijken. Maar kan je nu ook vrij makkelijk daarin opslaan? Stel dat jij nu een bepaalde herberg zoekt uit die tijd. Kan je die heel makkelijk... Dus als jij nu bijvoorbeeld naar de letter M gaat of zo, zeg maar wat... Heb je dan snelle herberg te pakken of gaat het allemaal op naam? Het gaat allemaal op naam en als je die boeken doorneemt, soms staat er dan bij welke herberg ze hebben. En als je de andere bronnen opslaat, zoals Middelburg Dronk, dan komt daar wel uit welke herberg of welk logement ze eigenaar van waren. Ja, dus uiteindelijk kun je alles terugpuzzelen. En nu hoor ik je dat zeggen, dat is natuurlijk... Gebruiken archivaris Middelburg Dronk wel eens als hulpmiddel? Ja hoor. Want wij gebruiken natuurlijk altijd, jullie als hulpmiddel om tot onze verhalen te komen. Ja, dat is interactief. Maar dit gaat ook de andere kant weer op. Nou, ja. Dat is heel leuk om te horen. Dan doe je het werk niet voor niks. Hè. Ja. Dus ik zou mensen willen uitnodigen om vooral naar dit stuk, op deze stukken, en nog heel veel meer stukken te komen kijken over... Maar jullie leggen wel op de dag, vanwege het thema, leggen jullie wel dit soort werken, leggen jullie ter inzage? Ja, echt uitzonderlijke stukken zoeken we zelf op. Dus archivarissen die hebben allemaal wel hun eigen specialismen en voorkeuren. En dat hebben we verzameld speciaal voor die dag. Nou, dat is heel goed. Nou, voor de rest, de dag is gratis. De dag, het is van 9 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags. Dat klopt. In feite. En er zijn voor de rest geen drempels. Hè. Je jas moet even in de kluis, dat is alles eigenlijk. En dat is alles. Iedereen is welkom. Nou, super. Hartelijk dank voor je toelichting. En we zien elkaar in ieder geval volgende maand. Oké.